kijkt naar deze nieuwe video. Ik heb weer eens een Timu shoplog voor jullie. Ik weet dat het nog heel vroeg is. En dat heb ik natuurlijk ook al in mijn vorige video gezegd. Toen ik naar de TK Maxx ging shoppen voor herfst en Halloween. Maar bij dit soort dingen moet je er vroeg bij zijn. Timu vroeg of ik weer wilde samenwerken met hun. En ik vind de samenwerking altijd super leuk en fijn gaan. En ik hou gewoon echt van Timu. Dus ik zei ja. En toen ging ik kijken naar items. En ik dacht, oh, gewoon even kijken wat voor herfstdingen ze allemaal hebben bij Timu. Nou, dat had ik beter niet kunnen doen. Zoveel, maar ook zoveel leuke items. Ik kon het niet laten. Ik heb best wel veel herfstdecoratie besteld. Dus, ben jij benieuwd wat ik allemaal heb geshopt? Blijf dan even kijken naar deze video. Het is echt niet alleen herfst. Ik heb ook gewoon andere, wel weer veel deco gehaald. En wat keukenaccessoires. Dus echt niet alleen herfst, maar ook wel wat herfst. Dus ben je benieuwd wat ik heb besteld? Blijf dan eens kijken naar deze video. Doe een duimpje omhoog. Vergeet je niet te abonneren op mijn YouTube kanaal. Maak je me heel erg blij mee. Laten we snel beginnen met deze Timu shoplog. Nog even een korte onderbreking. Ik ga nu op vakantie, maar ik kreeg nog een mail van Timu met een kortingscode. Dus ik dacht, dat wil ik nog even delen. Want met deze kortingscode krijg je, nou ja, niet per se korting, maar de nieuwe gebruikers kunnen voor 99 cent één product naar keuze uitkiezen. Dus je kan alles opzoeken wat je wil. En dat product kun je dan voor 99 cent aanschaffen. Ik zou de kortingscode ook nog even in de beschrijving zetten. En de campagne ook nog even, mocht het niet duidelijk zijn hoe het werkt. Zet ik allemaal even in de beschrijving, dus check dat even. Ik vind het gewoon leuk, sinds wij een eigen huis hebben. Wij hebben dus een koophuis. Ik heb dat proces allemaal gefilmd. Verhuisvlogs en zo. Ik zal de playlist wel even in de beschrijving linken en hierboven ergens. Maar om gewoon te decoreren. En laatst heb ik al mijn deco uitgezocht. Dat heb ik hier op zolder achter schotten staan. Voor herfst, voor lente, voor de winter, kerst. En heel veel heb ik er ook uitgehaald, want ik ga op de rommelmarkt staan. 22 augustus in Rijssen. Dus mocht je in de buurt zijn, kom even buurten. Hartstikke gezellig. Maar ik ga dus heel veel weg doen. En echt de spullen gehouden waar ik echt heel veel energie van krijg. Dat ik denk, oh ja, dit vind ik echt heel erg leuk. Het mocht wel weer een beetje aangevuld worden. Laten we gewoon beginnen met het allereerste item. Als je mijn Timu shoplogs vaker bekijkt, dan weet je dat ik af en toe wel eens wat nep planten of bloemen heb besteld. En ik ben echt de voorstander van dure nep bloemen of planten aanschaffen. Want die zijn gewoon net wat mooier. Maar deze zag er op de site heel mooi uit. Dus ik dacht, nou weet je, we gaan het gewoon proberen. En eerlijk, ik ben er niet boos om. Ik vind ze echt wel heel erg leuk. Het enige wat ik echt wel heel nep vind, zijn de blaadjes. Ik denk dat je het ook wel kan zien. Dus die wil ik er eigenlijk allemaal afknippen. En dan heb je gewoon een soort van die dahlia's. Nou, en dit vind ik dus echt wel een beetje herfstig. Het is een beetje beige met een bruinige toon. Dus heel leuk met van die donkere herfstbladeren erbij. Maar ik ga dus denk ik al die blaadjes er afknippen. 1, 2, je krijgt dus 6 stuks. Dus je betaalt gewoon voor een bosje bloemen van 6. Het is dus wel een soort, ja, papier, maar niet lelijk. Hier kun je het wel een beetje zien. Dus ik ga de het blad er afknippen en dan vind ik het helemaal schattig. En deze kost €10,39, maar dan heb je dus wel 6 stuks. Dus ja, ik vind het er leuk uitzien. Alleen dus de blaadjes minder. Oké, het volgende item zijn onderzetters. Wij hebben, ik heb andere onderzetters, een beetje goud beige, ook van Timu. En die gebruiken wij, eerst hadden we dat alleen voor de eettafel, maar we gebruiken nu toch op de salontafel. Want ik merk dat, ja, die tafel heb ik zelf gemaakt. Dat daar, ja, dat er soms vlekken opkomen wat moeilijk weggaat. Dus ik heb liever dat we daar ook gewoon onderzetters voor gebruiken. Dus daar gebruiken we nu de onderzetters voor die we hebben. Maar als we dan naar een eettafel eten, hebben we daar geen onderzetters. Ja, of ik moet het de hele tijd pakken en ja, gedoe. Ik had gewoon onderzetters nodig. En ik vind deze zo mooi. Je krijgt er dus een houder bij, zwart. En dit zijn de onderzetters. 8 stuks. En het zijn dus van die beetje filte onderzetters. Ik vind dit zo mooi. Het blijft lastig om op vilt iets te zetten. Want als het al een beetje bol staat, dan kan het omvallen. Maar deze zijn echt heel mooi plat. Dus dit gaat helemaal goed komen. Je hebt dus 2 van deze. 2 van een beetje de bruinige variant. 2 van deze vind ik ook heel leuk. Met een beetje
zwartig blauw. En dan nog twee van deze. Helemaal leuk. Dus deze ga ik lekker op de tafel zetten. En dan hebben we daar ook mooie onderzetters. Helemaal blij mee. Dit ziet er toch vrolijk uit. Je krijgt dus 8 stuks en een houder. En dan kost het 6,88 euro. Laten we even in het eetthema blijven. Ik heb nu overal een uitleg voor. Maar ik heb onderzetters besteld voor het eten. Want wij hebben nu van dat zeegras. Wat zeg ik? Riet. Rotan riet. Onderzetters. Heel fijn, maar als je morst, trekt het erin. Dus ik heb een afneembare onderzetter nodig. Placement. Ik zeg onderzetter, placement. Dus ik heb deze besteld en ik vind deze ook heel mooi. Het lijkt dus een beetje op... Ja, daar lijkt het op. Ik weet niet hoe je dit noemt. Maar dit is dus afneembaar. Dus dat is echt wel heel fijn en mooi. Het is lekker dun. Dus ja, helemaal chill. Ik vind het echt heel mooi. Je krijgt er dan 6 stuks van. Dus hier ben ik ook heel blij mee. En dit is gewoon fijn om af te nemen, zoals ik net al zei. Oh, ik zeg 6. Het zijn 4 stuks. 1, 2, 3, 4. Inderdaad. En ze kosten 6,14 euro. Dus dan heb je 4 stuks voor 6,14 euro. Iets hiervan kijkt mij zo aan. Dus ik gooi het er gewoon even in. Misschien wel mijn favoriete aankoop van de herfst. Ja, van deze shoplog. Jullie kennen toch wel Le Creuset. Het zijn van pannen en, nou ja. Daar hebben ze ook altijd zo'n pumpkin pan. Zo'n Dutch oven. En ja, wel een beetje prijzig, maar super mooi. En nu zag ik dit. En tuurlijk, het is wat nepper. En het is, ja, anders. Maar, te cute! Dit vind ik helemaal leuk. Een pumpkin pan. Een pompoenpan. Zo cute. Hoe leuk om hier pompoensoep in te maken. Ja, ik vind het gewoon leuk. Ik denk dat ik het zelfs als deco gewoon zo op mijn, op onze inductieplaat gewoon zou laten staan. Zo, tijdens de herfst. Echt helemaal leuk. Het is een wel iets kleinere pan, dus perfect voor soep. Ik zou er niet zo snel ja, iets anders in maken. Nou, een pan zeg ik wel. Ik weet niet of dit een pan is. Wacht even. Oké, ik vind dit wel een beetje spannend. Er staat dat het dus wel gewoon als pan dient. Maar... ik twijfel hoor. Misschien dat ik het dan toch alleen als serveerpot of zo, als serveerpan zou gebruiken. Gaan we uitproberen. Maar ik vind het idee in ieder geval heel erg leuk. Deze kost 22 euro. Dan gaan we door naar het volgende item. En dit mis ik echt in mijn leven. En waarschijnlijk heeft iedereen het al. Ik heb het nu ook. Deze haarband. Het is handmade staat hier. Dat is wel heel cute. Maar ja, dit zie je natuurlijk ook overal op TikTok. Ik heb hem in het lichtroze. Ik vind hem echt heel cute. En gewoon zo handig voor als je je make-up doet. Nou, voilà. Nee, maar dit is echt heel handig. Ik ben hier heel blij mee. Gewoon praktisch, chill en het ziet er heel schattig uit. Meer heb ik er niet over te vertellen. Een haarband. 1,68 euro. Oké, dit moet ik jullie echt even laten zien. Ik zag dit. Ik vind dit zo schattig. En wat erin zit, dat heb ik los gekocht. Maar dat matcht zo leuk. Dus dat haal ik er even uit. Dat zijn namelijk lepels. Oké, laat ik eerst de lepels laten zien. Deze kun je dus... Dit is geen set of zo, maar dit is toch helemaal fantastisch. Goed, dit zijn lepels. Ik had verwacht dat ze of juist wat kleiner waren, of juist echt groot zoals slaapbestek. Maar het is een middelmatige vorm. Ik moet nog even kijken wat ik ermee doe, maar ik denk echt puur te deco. Maar hoe schattig zijn deze lepels? Het is een set van 3 en daar zit deze bij in. Deze, een beetje watermeloenachtig met hartjes. En dan hier een echte watermeloen. Dit is toch helemaal schattig. Nou, echt niet te doen. Ik vind het echt heel leuk om ergens neer te zetten of zo. Maar toen zag ik dus dit ook. En ja, ik vind het leuk. Het is toch leuk. Wij hebben in de keuken van die planken. Nou, dan kun je dit zo leuk opzetten. Misschien dus wel deze lepeltjes erbij in. En dan hier misschien wat kruiden. Ja, kruiden. Dat is leuk om je in te doen. Gewoon kruiden. Weet je wel, van die verse, echte kruiden. Maar dit is een flower potje. Dus hier kun je eigenlijk gewoon planten in doen. En er zit ook een gat in. Dus dan kan het overige water kan er gewoon uit. Kijk, heeft hij wat aardbeidjes. Beetje dat licht roze. Dit is toch een leuk setje zo. Ja, ik kon het niet laten. Ik ga hier denk ik... verse kruiden in doen. Dit een beetje wat uitsteekt. En dan leuk zo op de plank in de keuken. En dit potje die kost 12,27 euro. En die lepels is dus een set van 3. Kost 7,50 euro. Dus wel iets prijziger.
Maar het is wel echt mooie kwaliteit ook. En het is echt uniek, eerlijk. Ik heb dit nog nooit eerder gezien. Goed, door naar het volgende item. En dit is iets wat ik echt een beetje mis. Wij hebben niet heel veel opberg in de keuken. En waar wij bijvoorbeeld onze thee hebben. Ik heb echt, ja, ik hou van verse thee. Ik zou het hier even laten zien. Hebben wij dus één kastje daarvoor opgeofferd. Waar ik op een draaiplateau al onze verse thee heb staan. Maar we hebben ook gewoon thee in zakjes. Maar dat past gewoon niet daar in dat kastje. Het paste gewoon niet meer. En toen zag ik dit. En toen dacht ik, goh, dit vind ik heel handig. Je kan hem ook zo doen. Maar ik wil hem zo zetten. Want ja, het kastje is best wel hoog. En dit is natuurlijk niet zo breed. Dus dit kunnen we gewoon neerzetten. En dan kan ik hier alle theezakjes in doen. Ja, dat is echt ideaal. Dit is gewoon van acryl. En dan heb je drie van deze bakjes. Dus hier kunnen ook echt wel veel theezakjes in. Qua opberg is dit natuurlijk perfect. Dus deze heb ik meegenomen. Of besteld. Niet meegenomen. Dit kost €9,12. Het volgende item is iets wat ik, ja, fijn vind om op werk te hebben. Dit is namelijk gewoon een drinkbeker. Maar hierop zie je dus staan hoeveel liter erin kan. Even kijken. Er kan 750 milliliter in. Maar hier zie je ook, en dat vind ik dus wel heel chill, want een collega van mij heeft deze ook. En dan drink je toch meer. Maar waar je moet zijn gedurende de dag qua drinken. Kijk, echt heel erg handig. Ik drink altijd echt heel erg veel. Maar als ik op werk ben en ik zit toch 4 dagen in de week op kantoor, vergeet ik het echt. Of dan heb ik 1 glas staan, die drink ik op en dan vul ik het niet meer bij. Ook gewoon door de hectiek of druk bezig of afspraken. Dus dan is dit wel echt heel erg handig. Het heeft ook een rietje. Dus ja, hier ben ik heel blij mee. Deze kan ik lekker vullen. En meenemen naar werk. Wel eerst goed schoonmaken. Oh, chill. Ik zie dat er nog... Oh nee, die moet daarin. Even zo'n rietje. En wat is dit? Is dit zodat je het mee kan nemen of zo? Zo. Ja, want dan doe je deze denk ik zo. En dan draai je deze erop. Ja. Ja, kan. Maar goed, drinkbeker. Heel handig. Fijn voor werk. Deze kost €3,20. Door naar het volgende item. En dat is iets heel kleins. Kijk dit. Dit is toch helemaal lekker en cute. Ik hou echt van knippen. Dit is ook een hele grote knip. Kijk. Maar hoe fijn en zacht is dit? Het is toch gewoon lekker als je thuis aan het werk bent of zo. Dat je dit dan zo lekker in doet. Het is ook zo heet nu. Ja, helemaal handig. Ik vind het gewoon een schattige knip. En heel lekker zacht. Goed, hebben we nog een item. En dat is deze mok. Maar eerlijk, dacht ik dat dit dezelfde kleur zou zijn als de mok. Dus een beetje dat wittige. Ik hou namelijk niet echt van zilver. Maar het is wel echt een hele mooie mok. Het is wel een iets kleinere, maar perfect bijvoorbeeld voor cappuccino. Ik ga deze denk ik weggeven aan mijn vriendin, want ik vind dit echt een mok voor haar. Zij houdt van zilver en ik vind dit echt helemaal een mok voor haar. Maar hij is wel heel cute en ik kon het niet laten om een mok te bestellen. Ja, op de foto lijkt het ook alsof dit echt een beetje dezelfde kleur is. Ook zit een beetje onder die pluisjes van de knip. Het geeft dus wel een beetje af. Maar goed, het is dus zilver. Deze kost €9,67. Oké, we komen bij het laatste item aan. Niet van deze shoplog, maar wel van normale deco. Hierna ga ik naar de herfstaccessoires. Maar dit vind ik handig. Ik vind dit mooi. Wij hebben natuurlijk ook gewoon keukengerei en ook een paar van dat staal. Zwart staal. Maar ik merk toch dat je dat, als je dat zo door de pan doet, maakt krassen. Het is niet heel handig en goed voor de pan. Dus wij hebben een paar siliconen en ik merk dat die de hele tijd in de vaatwasser liggen. En we missen ook bijvoorbeeld echt een grote soeplepel. En toen zag ik dit en nou, hier heb je alles. Ik vind dit zo mooi. Je krijgt er dus ook een houder bij en daarop staat kitchen en dining. Ja, dit is gewoon echt plastic. Dus deze ga ik niet gebruiken, want wij hebben zelf, vind ik, een hele mooie houder. Maar kijk wat je er allemaal bij krijgt. Ik vind dit zo mooi. Het is echt van dat hele mooie hout. En dan dus van dat beige siliconen. Dit is toch helemaal perfect. Nou, er zit echt van alles in. Hier soeplepel. Ben ik ook heel blij mee. Kwastjes.
Dit ook, vind ik ook wel chill. We hadden laatst wat thee. En dan hebben we bijvoorbeeld geen knijpertje waar je het zo mee kan omdraaien. Dus ik deed met mijn vingers. Nou, dat is ook geen aanrader. Maar ja, echt heel erg mooi. Hier ben ik echt heel erg blij mee. Dat is deze set. En die kost €11,47. En er zitten dus 12 keukengerei accessoires in. Helemaal blij mee. Zijn jullie klaar voor de herfstdeco? Dit is echt zo'n parel wat je kan vinden bij de TK Maxx. En waar dan maar eentje van is. Of juist niks meer van is. Dat je het op TikTok ziet. Dat je denkt, die wil ik ook. Oh, ik vind dit zo'n mooi glas. Kijk, er zit dan een pompoentje in. En dit is gewoon echt perfect voor theeglas. Ik vind dit helemaal leuk. Ja, ik kon het niet laten om deze te bestellen. Ik hou van mokken. En deze, zoiets heb ik nog niet. Dus daar ben ik heel erg blij mee. Deze kost €7,11. En ik zie staan dat die bijna is uitverkocht. Dus blij mee. Goed, het volgende item vind ik ook helemaal leuk. Wij hebben dus een hele grote tafel. Hoe leuk om deze tafelloper dan zo neer te leggen. Het helemaal mooi te dekken. Die pompoenpan er zo op. Lekker pompoensoepje eten. Fantastisch. Maar dit is de tafelloper. Het is ook echt een hele lange. We hebben dus een tafel van 2,40. Dus dan past deze er perfect op. Deze kost €3,50. En er staan allemaal paddenstoelen op. Heel basic. Niet alleen maar pompoenen en hysterie. Ik vind deze ook gewoon echt oprecht heel erg mooi. Dus ik kon het niet laten. Dan heb ik nog wat herfsttakken gekocht. Of nou ja, dit is er eentje. Maar je kan er dus meer bestellen. En ik vind het leuk om te combineren. Ik vind deze ook echt heel erg mooi. Het ziet er niet heel nep uit. Dus dit kan ik zo in een vaas doen. En dan ja, vind ik dit toch helemaal herfstig. Mooie kleur. Het is niet heel fel oranje. Maar gewoon een beetje wat lichter. Dus hier ben ik ook heel blij mee. Deze kost €2,79. En hier, dit weet ik nog niet. Maar ik heb ook een herfstkrans gekocht. En niet één. Maar twee. Dit zijn ze. Ik vind deze wel echt heel erg aan de neppe kant. Dus hier ben ik, ja, ik weet niet wat ik hiermee ga doen. Maar goed, ik vind deze bijvoorbeeld is ook wel nep. Maar vind ik wel weer wat leuker. Ook met van die witte pompoentjes. Ik wil het eigenlijk aan de voordeur doen. Of misschien wel bij ons tuinhuisje. Daar hebben we zo'n puntdak. Hoe leuk om dat zo aan de voorkant te doen. Ik moet het nog even zien. Maar je hebt echt genoeg herfstkransen ook bij Temu. Maar ik moet hier een beetje aan wennen. Ik denk dat ik gewoon een echte krans mooier vind dan nep. Want je ziet zo echt dat dit heel nep is. Maar goed, weet dat dat er is. Dus dat is wat ik heb besteld bij Temu. Vergeet even de beschrijving niet te checken. Daar zou ik alles linken. Ik ben er heel erg blij mee. Dan wil ik je bedanken voor het kijken naar deze video. En dan zie ik je tot de volgende video weer. Doei doei!